Er wordt nu wel heel zorgvuldig gesproken met de LTO. Het staat ook op de agenda. We hebben een aantal keren per jaar overleg. En een extremere variant nog, afwijkend van de variant zoals we het nu doen, is dat agrarisch overladen. Ze laden hun product over. Nou, dat wordt de komende tijd, als het niet glad is in de gemeente, zeer nauwkeurig besproken of we daar stappen in kunnen zetten. Maar zou het ook kunnen zijn dat ze hun trekkers gewoon op het land laten? Dat er helemaal geen modder meer op die weg komt? Dat is het overladen waarover ik spreek. Dan heb je de vuile trekkers blijven op het land, de schone trekkers en een schone wagen. Die staat op de weg en dan wordt dat overgeladen. Ja. Dat is een variant dat voorkomt gladheid op de weg. Ja.